Yo mensen, tot uit deze video. Mijn naam is Wesley van Westbourne 1999. We hebben vandaag weer de Pack Manager Career Mode. En we gaan vandaag weer wedstrijden spelen. We hebben de bekerwedstrijd tegen Sparta. Dat belooft een spannende bekenwedstrijd te worden. En we gaan zien wat het, dat het gaat worden met een paar aanpassingen in, dus, uh, in het elftal, um, Waarvan er één aanpassing de rest speelt, allemaal gewoon. Maar uh, ja, ik merk dat de modes echt een stuk minder bekeken worden dan in het begin. Maar dat wie houdt mij er niet van om gewoon hem up te uploaden. Dus ik blijven, gewoon komen. Wees jullie maar niet bang voor de mensen die altijd vastkijken. En uh, jullie krijgen morgen, denk ik. Ik denk, ja, morgen krijgen jullie weer een Wesse-Rudy Sinterklaasjournaal. Het Wesse-Rudy Sinterklaasjournaal, dus uh, nummer 2. En er komt ook nog volgende week nummer 3 alweer. En dan na uh, dat de Sint is sinds aangekomen, volgend weekend... Uh, hebben jullie weer 4, 5 en dan daarna denk ik al de Sinterklaas-show. Maar dat eh, zien we dan allemaal wel hoe dat gaat lopen. En hier gaat de bal net naast. Volgende aanval is voor eh, Sparta: Met te eh, verschuren. Verschuren, Kitelano. Druk moet nu gezet worden door Pexhollen. Het wordt er nu toe nog niet gedaan. Uiteindelijk wel onderschept druif. Maar er komt geen aanval uit. Nu wel weer een tegenaanval voor Sparta. 17e minuut. Met Tigno. Enalo van Polen. Zet de druk te aanvoeren van Paxvolle, Maar bal is nog steeds voor um, Sparta. Verschuren. Goed onderschept nu. Lennart T. de voeten gespeeld hier van een uh, tegenspeler. Nu weer een aanval voor Sparta. 32e minuut. Hier met Kitilano. Kitilano. Goed weggehaald. Veel anas. Aanval. Weer. Sp 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 Sparta is wel de man. Uh, man. Sparta ploeg met uh, de meeste kansen. De bovenlichte de partij in deze eerste helft. De uitclub. De uitploeg in deze bekerwedstrijd. Anello. Verschuren. Verschuren. Druk zetten nu. Goed verdedigd. Aanval weer. Nu voor Pex De eerste aanval. Zo vlak voor rust. Komt er gelijk een kans uit. Lennart T. Een gevaarlijke kans. Lennart T is te lang. Lennart T. Dan moet dit gelijk 1-0 zijn. En dan geeft hij hem af op Druif. En die mag hem maken. De eerste kans is meteen een goal. En het is uh, ja, druif die je mag scoren. Verdi druif. Maar in de 7-6 minuten komt er een strafschop voor Sparta. Het zit dus niet mee. Is het Schendelaar of Lauritssen? Het is Lauritssen. Het is de gelijkmaker. En zo komt Sparta terug in de wedstrijd. Huyberts komt er ook in. En weer een aanval in de, in de verlenging. Nog 115e minuut dus. Een kans voor Sparta. Maar hij wordt goed verdedigd. En dan gaan wij strafschoppen nemen. In de strijd om de volgende ronde van het KNVB-beker-toernooi. Druif of Olay? Het is Druif. 1-0. Voor Becksvolle. Nu de Guzman of Schendelaar? Het is de Guzman. 1-1. Volgende kans weer. Olay of Lennarty? Lennarty. Nee, niet. Tot de bal op de lat. Schendelaar of Lauritsen? En nu is het ook weer Lauritsen. 2-1 voor Sparta. Deze moet zitten. Van de Griekse spits. En die zit niet. De redding. Dan moet deze ook gered worden door Schendelaar. En dat wordt het niet. 3-1 voor Sparta. Gaat deze erin voor Wijn Thomas? Jazeker. 2-3. Deze moet gered worden, anders is het klaar. Schendelaar, het is klaar. We verliezen deze bekerwedstrijd. Dan liggen we dus uit het bekertoernooi. Wat heel erg zuur is. In de kwartfinale zijn we dus gestrand met Pax En eh, ja, laten we hopen dat het in de competitie voor ons, Pexvolle zijnde, goed gaat. Tot nu toe gaat het heel erg goed zelfs. We zitten in de 12 deadline periode, deadline day. En we gaan kijken of wij eh, wat gaan verkopen, misschien nog wat kan halen. Nou, het laatste sowieso niet. Maar goed, je weet maar nooit wat er weggaat. En er worden geen transfers op Namli gedaan. Dat vind ik wel jammer, want uh, dan hebben we het geld dus ook niet. En ik wil, we hebben gewoon het geld nodig. Reinders ga ik misschien toch wel verkopen. Ik ga onderhandelen in ieder geval, want we moeten het geld hebben voor uh, Sauer. Je hebt natuurlijk een optie op koop gedaan, uh, begin van dit seizoen. 1.1, ja, dat vind ik gewoon te weinig. 1.5 voor Reinders. Nou, ik wijs hem af uiteindelijk. Maar ja, Reinders is ook voor mij geen basisspeler. Hè. Ja... Terwijl hij wel een goede. is. Misschien moet ik hem wel gewoon op de basis gaan zetten, denk ik zo dan. Wordt, ik ga nu snel, snel door de deze dagen heen, want het is niet zo belangrijk. Gewoon overslaan. Twee uur gaat er niets meer bijzonders in gebeuren. En zo is nu de wedstrijd tegen FC Twente aangebroken. We hebben één speler, centraal verdediger, die we ook gelijk overzetten naar het eerste team. het is verdediger De Vries. Die we misschien ook maar gelijk even gaan op de leenles gaan zetten. Uh, dit is dus nu hoe het staat. Ja, top. Oké. Okay. Twente is nu uh, de wedstrijd die eraan komt voor uh, Pax Zwolle. En laten we hopen dat wel even wat aanpassingen doen, maar heel veel spelers zijn moe. Um, Druif gaat spelen. Hubert gaat spelen. Namli gaat spelen. Van den Berg speelt. Reinders speelt. Hier gaan wij bos neerzetten. Hier zetten wij Martens neer in jeugdspeler. Hier zetten we dus De Vries neer zijn debuut. En de keeper. Uh, laten we gewoon zo staan zoals die is. En een paar andere spelers op de bank nemen we mee, een paar frisse krachten. En zo gaan we dus beginnen met de wedstrijd tegen FC Twente. Belangrijke wedstrijd voor in de competitie. Dus uh, Laten we hopen dat we deze winnend kunnen gaan afsluiten. De eerste avond is in ieder geval voor ons als gunstig. Met uh, Huyberts. Huyberts. Bos. Hier de bal voor van den Berg. En de redding. Van de doelman. van van voor 20. binnen 10 minuten nu weer een kans voor de tegenpartij. Oenouvar. Oenouvar. Gevaarlijk nu. Oppassen. Verdedigen. Shalilek. Sch en de bal goed verdedigd. Misschien de counter nu. Hier. Huyberts. Goed. Leena T. Vindt zijn medespeler niet goed. Bal weer opnieuw onderschept. Bal zit nu weer nog steeds voor Twente. Nu de twee, nog steeds in de dertiende minuut een aanval voor FC Twente. Oegalde. Oegalde, goed verdedigd. door Martens. Jeugdspeler doet het daar perfect. Weer een aanval voor Twente nu in de zeventiende minuut. Aiting. Aiting. Oegalde. Stijn. Unovar. Oegalde. Het is voor Twente zeker en vast. Ik wou zeggen, langs richting het Doel van Schendelaar. Maar het bal er goed onderscheid. Nu de mogelijkheid van Den Berg. Van Den Berg, 18e minuut. Het is heel zorg gedaan door Van Den Berg. zeg. Ongelooflijk. Tot de tweede helft. Nog steeds 0-0. Hoekschop voor Peksolle. Bal komt niet op een goed hoofd. En dan is het uh, de bal weer weg. Nu voor Twente, minuut 51 De volgende kans. Bal komt bij Ugalde aan. Ugalde. Rots. Wordt achterna gezeten, nog steeds rots. En uiteindelijk is de bal over de. Nee, is de vrije trap. Oké. Okay. Vrije trap voor Twente. In de bal aan de handen van Schendelaar. Weer een aanval voor FC Twente. laatste 10 minuten ongeveer van de wedstrijd. Taha. Taha. Goeie onderscheiding van uh, Pexvollen. En hier houden we hem binnen. Ja, goed. Dan is het nog een aanval misschien. Reinders. Reinders. Namli. Namli. Staan er de spelers vrijer dan daar? Namli geeft hem voor. Heel slecht voor. En het blijven, dus 0-0. Nog een keer een tegenaanval voor Pexholle. In de 84 e minuut. Nu dan misschien. Huberts, Huberts, Van den Berg. Van den Berg. Goed. Lennart die komt daar niet aan. En dan is het uh, klaar. En dan is het dus 0-0 geëindigd tussen Pexholle. En FC Twente. Dan gaan we door. tegen Excelsior die we dus hebben. Die gaan we snel simuleren. tegen Excelsior. Kijken wat het gaat worden. En dan hebben we ook nog even dan. Wat gaan we doen tegen Excelsior? Snel simuleren. Het moet dat dus ook goed zien te komen. En deze wedstrijd met één aanpassing. Druif die speelt. En deze wedstrijd die vinden wij met 2-1. Let's go. Helemaal mooi. En dus nu naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En dan hebben wij Ajax. Die ja, gaan we dus voor de volgende aflevering volgens mij hebben. Uh, wat gaan we doen tegen FC Volendam? Nog even snel simuleren. Volendam, die moet toch ook op zich wel kunnen hè? Weer die Griekse spits die heel erg moe is. Hmm. 2-1. Kijk. En goed vertrouwen, dus naar de wedstrijd tegen Ajax. Dat is zeker en vast heel erg belangrijk. En we gaan zien wat dat gaat worden. Tegen Ajax in de volgende aflevering, als het goed is volgens mij. Of is dat al deze aflevering? Ik weet het even zo snel uit mijn hoofd niet. Ehm. Um wat Ik over een keer ook weer doen. Oh ja, ik was even dus naar die Griekse spits aan het kijken. Er gewoon opgebalanceerd houden. Dat hij niet zo snel moe wordt. Uh, we gaan nu de hoogtepunten spelen tegen Ajax. We gaan het zien. We gingen deze wedstrijd dus nog wel nog doen. En we gaan zien wat het gaat worden. Kunnen wij toch wel echt de belangrijkste wedstrijd tot nu toe in deze aflevering? Naast die beker. Dit gaat om de... Toch wel, wij zijn volgens mij nummer 2, Ajax 1. In ieder geval, we liggen heel dicht bij elkaar. En we gaan kijken wat het gaat worden. Hij heeft wel de eerste aanval. En de bal wordt weggehaald door de verdediging van Ajax. Nu, minuut 25, komt er een aanval voor de Amsterdammers. Met Steven Bergwijn. Robbie. Forbes. Forbes. Lam in de achtervolging. Nog steeds hier de bal over. Forbes. En dan is het uh, een vrij trap uiteindelijk ook hier. Steven Berghuis. Berghuis de feit op Sosa. En de bal weggehaald nu. Goed. 33 minuten. Weer een aanval. Nu een aanval voor Pex Zwolle. Velanas. Velanas en iets. Nu misschien de uitbraak. iets. Ja, goede paas. Wijn Thomas geeft de bal dus nu terug. Goede paas. En hier is de Griekse spits. Uh, met zijn doelpunt. En dan is het 1-0 voor Peck Zwolle. Ajax wil wat terugdoen. Ajax wil naar de gelijkmaker. Boven Steven Bergwijn. Wel over de achterlijn zelfs een doeltrap nu. Volgende kans aan voor Ajax met een hoekschop. 39e minuut, hoekschop Ajax. Steven Berghuis. Berghuis, weggehaald door de verdediging. Opgevangen hier. Bal is een vrije trap. Maar ja, die vrije trap zien we niet. Begin van de tweede helft. Aanval weer voor Ajax nu. Van den Bomen. Brobby. Wordt achterna gezeten, goed gedaan. Soloopactie nu weer voor Ajax in minuut 53. Forbes. Forbes. Is op snelheid. Forbes. Wordt onderuit gehaald daar. Gevaarlijke plek. Geen uh, rode kaart. Er ook geen gele kaart, volgens mij. Wel de vrije trap. Wel de vrije trap. En uiteindelijk weer een ingreep. En uiteindelijk de redding. En dan hier de rebound. Weghaal nu die bal. Wordt goed gedaan. Pechsson nu, minuut 57 met hun aanval. Hier met uh, Sauer. Sauer. Goed. Lennart -T. Lennart T. De bal net naast. Nu weer het laatste kwartier voor Ajax. Forbes. Ja, ik zeg, zou we ik wel behouden. Maar tot nu toe heb ik het nog niet erg gezien. De beginfase wel, toen we hem leenden. Maar nou nog niet. Oh ja, een strafschop. Die hebben altijd geluk, de AXR. Hopen hier niet. En dat hebben ze niet. Want Schendelaar redt de bal van Berger. Zo, zo blijft het 1-0 voor Pek Zwolle. Hebben we dan een, heb ik Tijdens het praten hebben we die 1-0 gemaakt, denk ik. Ja, want we hebben 1-0 gewonnen. Door de renning van Schendelaar. En um, ja, ze gaan we dus goed vertrouwen door. Hier hebben we een paar jeugdspelers. Uh, valt tegen. Er zit niks tussen. Maar goed. We gaan te vertrouwen naar de wedstrijd Tegen Go de Eagles. Die gaan we weer snel simuleren. Tegen Go Ahead. En wat wordt het tegen Go de Eagles. 2-0 Nederlaag. Oké, okay, die zag ik niet aankomen. Die zag ik zeker niet aankomen. Vitesse nu. Dan Fortuna. Wat gaan wij tegen Vitesse doen? Dat. Uh, even kijken. Zien we volgens mij nu wel. De volgende aflevering als ik het goed heb. Of ook nog niet? Oh ja, hem gaan we weghalen. Um, nee, die gaan we ook nog zelfs summoneren tegen Vité. Nee, nee, die is voor de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en uh, later. Doei doei!